kijk naar dit doek en ik heb deze pauwenveren hier bij mij uit de wei met pauwen gehaald. En dan denk ik, nou, de ondergrond, de bodem waar die pauwen op lopen, die is nog niet af. En daar doe ik dan dadelijk nog wat lavendel en wat bloemblaadjes bij. En die bloemblaadjes die heb ik gewoon, dat zijn lelieblaadjes. Die heb ik van een bos bloemen afgehaald die ik met mijn verjaardag heb gekregen. Ik ben nu met een steen bezig, een dikstoom. Die komt uit Afrika. Ik werk met een tandbeitel, omdat dit een middelharde steen is. Eigenlijk is hakken in een steen het leukste wat je kunt doen. Gisteren keek ik naar die steen en toen zag ik dat hier een hele mooie lijn in zit. Ga ik deze lijn nou verder uitkappen? Want dan krijg je een niveauverschil en dan kan ik nog zien wat ik ermee doe. Als je in de tuin van het Van Goghuis je beelden neer kunt zetten, dat is dus de mooiste plek waar je beelden kunnen staan. Ik doe dit jaar voor het eerst mee met Kunst met een grote T, omdat ik het leuk vind om mijn werk nu een keer voor het eerst naar buiten te brengen. Het is niet mijn bedoeling om iets te verkopen, maar meer om het gewoon eens te laten zien en eens te kijken hoe mensen daarop reageren. Of het aanspreekt, ik heb geen idee. Bij de olieverfschilderijen die ik heb gemaakt voor Kunst met een grote T, heb ik een heel klein boekje gemaakt over de verftechniek waar ik mee gewerkt heb. En die techniek heet flow painting. Dan meng je olieverf met olie en een beetje water en dan kun je dat op het doek laten druppelen en het laten stromen. Voorlopig ga ik hakken en als de vorm eruit is dan bekijk ik het opnieuw, want hij gaat dus niet, hij komt niet te liggen, hij komt te staan. Als je nu de steen ziet dan is die grauw en grijs. Dan zal ik een stukje nat maken om je te laten zien hoe die ongeveer wordt, ongeveer hè.